De finale tussen Heijn Fonsum en Godem. Trij is een gelijk en Sojus Fjouwer. En dan is het Mattenveenster die het perk mist en dubbelt shoot. Dat Godem nou de voorsprong neemt. Mooi Fjouwer om het rijden. Hendrik Talsma. Voor in Belaas Pieter. En het retourneren van diezelfde Hendrik Talsma brengt de 5 woordjes onder Telegraaf van Godem. Het is 5 om het rijden. Zaak van Maarten Veenstra om deze keer dan te behouden. Brengt de bal tussenin. Dirk-Jan van der Wal met rekken. Annie Verstraten die hoeft er niet eens op de pas te komen. Sois 12 voor de betoel van Heijen Veusem. Wat een prachtige opslagbal van Maarten Veenstra. En komt weer dichterbij in deze finale. 4 om het rijden, Wutno 4 om een Fjouwer. Heijen Veusem nog net verslaan. En dan kan Daniel Riesgert proberen om het laatste keer komt uit te maken. Brengt de bal achter die tussenin wat best opsloin. En dan wordt de bal haast nog een keer terug Hendrik Talsma. Maar hij gaat voorbij. Hij hem levert nog, Sois Fjouwer. Daniel Riesgert. Brengt de bal, we hebben daar Maarten Veenstra. Oei, die zou een hele roos krijgen. Maar hij slaat hem in de grond zodat het maar een laatste keer gebeurt. Ja, nou ben ik al heel groot voor de retour van Godem om het uit te maken. Alhoewel de opslag van Maarten Veenstra rint je de hele dag als een trein. Geen Maarten Veenstra zien per toer nog in de race horen. Op die net al te dikke keert. Brengt de bal voor in met Dirk-Jan van der Wout. Die slaat hem liek in de bek van. Nee, dat kan Maarten Veenstra nemen bij. Stuit het van hem al. Godem wint de boelspartij. Dat is zeg al in 2009 en 2000. Zie je mooi dezelfde keertjes. De premie is voor Hoyt Annie Verstraten. 52 hier. Mooi zoon Lars Pieter 15 hier. En de geweldig keertsende Maarten Veenstra van Heijen Veenstra. Ron van Hout begint wel lekker. En ik kreeg goed steun van mijn maat. Jongen van 15 jaar die gewoon gestand had hier op een hoofdklassepartij. Mooi zien houden, hoort van 52. Ja, maar ja, die wie er ook bij intussen speelde, dat vind ik wel prachtig. En dat je het dan, en althans zou slagen. En ja, zo krijg ik van de radio het puur genieten. We sloegen goed op, we sloegen het goed uit uiteindelijk. Goed keersen hadden, hè? We lieten weinig zitten. En dan een stuit zo min mogelijk boeten, dat konden we in de finale net helemaal recht houden. Ja, goed, we loeken wel het laatste handje.